De tijdsdruk van deze jonge ondernemer is zijn grootste uitdaging. Van taludbestrating tot machinale perronbestrating. Binnen 52 uur zorgen zij voor een veilig bestraat perron. Bolkestein Infrastructuur houdt zich bezig met het machinaal aanbrengen van elementenverradingen. Maar daarnaast bieden wij ook een totaalpakket. Dat doen we hoofdzakelijk als onderaannemer. En dat is voornamelijk in de wegenbouw. Maar daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in het machinaal aanbrengen van taludbekleding. Dat zijn die schuine hellingen onder de kunstwerken. Dat zijn viaducten bij de snelweg bijvoorbeeld. En daarnaast hebben wij ons ook nog gespecialiseerd in het machinaal aanbrengen van perronbestrating. Nou, en dat zijn we dus hier aan het doen. We zijn vandaag op station Den Haag-Holland Spoor. En het grootste gedeelte van de perronbestrating moet hier vervangen worden. Daarvoor zijn 3 treinvrije periodes ingepland. De tegels worden opgebroken, de nieuwe tegels worden van de trein afgehaald. We levelen de zandbaan, dat die machinaal afgereid is. Dan gaan we de tegels machinaal aanbrengen. Vervolgens vegen we alles schoon en dan gaan we hem aftrillen, zodat alle tegels vlak liggen. En daarna vegen we het in met zand en dan gaan we alles opruimen. We hebben een treinvrije periode van 52 uur en dan stoppen de treinen met rijden. Maar na die 52 uur dan gaan ze weer rijden en dan moet alles klaar zijn, want dan mag je absoluut niet aan het werk zijn. Dan werk je gewoon 24/7 door, dan zit je in ploegendiensten, los je elkaar af. Nou, de kracht van ons bedrijf is denk ik toch wel dat wij zo'n 50 man personeel hebben. Daarnaast huren we ook nog wel eens wat partijen in. En daarnaast moet je aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen, dus dat hebben we allemaal in ons bezit. Voor de projecten bij het spoor hebben we een C-container. En als we dan een project bij het spoor hebben, dan zetten we dat ding op de vrachtwagen. En dan gaat hij mee naar het station. Daar hebben we alles in zitten. We hebben zelfs monteur mee die ondertussen ook op de machines rijdt. Nou, als er dan wat kapot gaat, kun je ook snel schakelen. Opdrachtgevers zijn voornamelijk ProRail, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen. En dan neemt een hoofdaannemer die neemt altijd het project aan. En dan voeren wij het weer uit in onderaanneming.